Hoi en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Vandaag heb ik een iets andere video dan jullie gewend zijn. Normaal zijn er DIY video's online komen. Maar ik heb vandaag een hele leuke andere video, namelijk een sales shop blog. Met allemaal hele leuke ondergronden die je kan gebruiken om een mooi bloemstuk op te maken. Zoals je achter me ziet, zijn allemaal echt mooie ondergronden, net wat aparte. Ik heb er overal maar echt eentje van, dus wil je er een bemachtigen, wees er snel bij. Ze staan op de website www.uonlinebloemist.nl en dan vind je het onder kopje sale, dus opruiming. En wees er snel bij, want op is op. Zoals ik al zei, overal is er één van, maar ik heb heel veel ondergronden, dus ik laat ze allemaal zien. Vind je deze video nou leuk? Doe even een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan. Dit kost helemaal niets, maar dat blijft wel voor alle leuke video's die ik maak. En mocht je dit nou een leuke video vinden, laat hieronder even weten als je wilt dat ik dit vaker zal doen. Want ja, het is natuurlijk hartstikke leuk als we een leuke opruiming hebben en dat ik dat ook met jullie kan delen. Dus dat het ook niet alleen in de winkel is, maar ook online. Dus laat me vooral weten als je het leuk vindt. En ik ga ze nu één voor één laten zien. Het zijn echt allemaal kleine prijsjes, 5 euro, 7 euro, wat 10 euro, maar echt wel hele aparte ondergrond, dus het is echt spotgoedkoop. Goed, we gaan gauw beginnen. Ze hebben allemaal een nummertje, maar ik doe het wel wat, het ligt allemaal wel een beetje door elkaar. Dit is nummer 10, dit is een heel mooi vierkant frame. Ik heb hier in het voorjaar ook zo'n soort frame gehad waar ik dan met bloembollen op werkte. Nu is het natuurlijk heel leuk om met herfstmaterialen erop te werken, met vetplantjes. Daar staan wel video's van online om te zien. 6 euro, dus echt een koopje. Dit is nummer 10. Dan nummer 12. En deze heb ik vorig jaar met kerst ook al eens opgemaakt met lampjes als kerstboom. Dus dat is ook super leuk. Je kan hem ook zo op een pin zetten en dan een mooi bloemstuk van bovenuit laten komen. Dan heb je ook een heel gaaf ondergrond. 7 euro maar. Dus echt, je kunt wel zien, het is wel een mooie grote. Dit is nummer 12. Dan een houtbundel. En je kan hem volgens mij ook wel best wel, ja, je kan hem gewoon losmaken. Maar zoals je ziet, echt van het mooie wortelhout. Kost nu 5 euro, nummer 23. Een krans in een bloemvorm. Echt heel leuk vind ik dit. Ook leuk om nu herfstmaterialen en vruchten op te doen. Of straks kerstballetjes. Is nu 7 euro, dit is nummer 8. Dat is mijn geluksgetal. Weten jullie dat ook? Een hele mooie krans. En ik vind deze heel leuk, omdat hij is breder. En waardoor je er ook van binnenin leuke lampjes in kan doen. Dan krijg je zo'n heel mooi effect, omdat het geen platte krans is. Heel erg mooi, goede kwaliteit. 6 euro, nummer 11. Dus echt een koopje. Het zijn allemaal koopjes. Deze vind ik ook leuk om met lampjes en dat soort dingen op te maken. Ja, hier kun je echt alle kanten mee op. 7,50 is nummer 2. Kijk, echt prachtig. Is ook mooi stevig. Dan heb ik een mooie krans waar je eventueel in het midden een mooi bloemstuk in kan doen. Of een mooi plantje is ook heel erg leuk. Nummer 9 is maar 8 euro. Super mooi. Deze vind ik ook leuk, want hier is heel leuk om een klein bloemstukje in op te maken. Hij zit vast met een spijker. Je kan hem voorzichtig draaien. Het is een kokosnoot. En hoe leuk is het als je dan aan deze kant een bloemstukje doet, zo op tafel. 5 euro is nummer 21. Maar ik zet ze allemaal met foto en al erop hoor. Maar dan kan je misschien toch onthouden aan het nummertje. Nummer 7 is ook een soort kransachtig idee. Ja, een kranshoed, hoe je het ook wil noemen. Onderkant mooi stevig vastgemaakt met hout. En er zit plastic in, dus je kan er prima met oase en, of een plantje in werken. 5 euro is nummer 7. Dan deze. En oh, hier kun je ook echt wat leuks mee doen. Ook leuk met lampjes bijvoorbeeld tussendoor. Straks met kerst. Nu al. Het is een soort vogelhuisje idee. Heel leuk. Dus daar kan je ook alle kanten mee op. Is ook 7 euro nummer 15. Dan dit gave frame. En dit is ook heel erg leuk om bijvoorbeeld met flesjes in te werken. Daar heb ik al meerdere video's van online staan. Je kan even terug scrollen. Leuke lampjes erin. Ja, ik vind met dit soort frames, met hout, straks lampjes heel erg leuk.
Ik krijg ook nog heel leuke lampjes trouwens binnen. Dat is wat even niet bij deze shoplog, maar is wel even leuk om te melden. Straks bij de kerstcollectie ook leuke jute lint met lampjes erin verwerkt. Heel erg leuk. Zodra het online komt, laat ik jullie weten. Maar dit is nummer 16 en is 8 euro. Dan deze mooie houtschaal. Dat is nummer 22. Is 5 euro, dus ook echt een koopje. Leuk om een bloemstuk op te maken. Of bijvoorbeeld nu ook super gaaf om gewoon een paar kalebassen op te leggen. Dan heb je het alweer heel leuk. Dan een klein kransje. Heel leuk, echt schattig. Is nummer 3, is 4 euro. Nou ja, jullie kunnen hier vast genoeg leuks mee verzinnen. Dan dit mand, lantaarn, hoe je het ook wil noemen. Ook hier is het leuk om kalebassen in te doen. Je kan er natuurlijk een beetje doorheen kijken. Lampjes, kan er alle kanten mee op. Of gewoon een paar grote kerstballen straks erin. Met lampjes, ook al leuk. Maar je kan er natuurlijk ook gewoon een bloemstuk in maken. Dit is nummer 1, is maar 5 euro. Dus dat is echt een koopje. Ja jongens, wil je het nou niet missen? Dan ga gauw naar de website. Dan dit leuke mandje. Zit ook al plastic in, dus kan je eventueel gewoon een bloemstuk inmaken of een plantje. Is nummer 18 en is nu 6 euro. Is echt een koopje. Zit aan de onderkant is hier iets los, maar ik kan je eigenlijk zo vastlijmen. Het ging niet echt schade of zo. Maar het is vaak met dit hout, zit het allemaal in elkaar gebonden. Maar super, ook zwaar materiaal, dus super mooi. Dan deze mooie ondergrond. En dit vind ik ook leuk met flesjes ertussen, want dat kan je er heel makkelijk zo tussen inzetten. En lampjes, dit is nummer 20 en is 7 euro. Is leuk, is wat hoger. Prachtig afgewerkt. Dit is echt een toppertje, jongens. Kijk hoe leuk. Dit soort materiaal vind ik al leuk om gewoon los te gebruiken. Maar zoals ondergrond is echt heel apart. Je kan hem dus neerzetten, want er zit een beetje zo'n cirkel onder. En ja, hier kan je ook met flesjes in werken. Eigenlijk moet je gewoon wat video's terug scrollen. Dan kun je kijken wat je er allemaal mee kan doen. Gewoon inspiratie op doen. Nummer 17 en is 10 euro. Dus koop je. Dan deze mooie schaal. Is wat strakker, maar wel echt heel mooi met het hout. En is nu 5 euro nummer 4. Dan een mooie bol. Kan je natuurlijk straks een mooie kerstbal van maken. Ja, ik heb er al wel zin in. Dus zoals je hoort heb ik al heel veel leuke ideeën voor de kerst. En kun je hier ook leuk mee aan de slag gaan. Je kan er ook weer tussendoor dus wat kleine kerstballetjes tussenin doen. Of ja, nu kalebasjes. Je kan er alle kanten mee op. Nummer 19 en is 10 euro. Ik ben wel benieuwd als jullie het aanschaffen. Laat jullie natuurlijk wel even weten wat jullie ervan maken. Want ik vind het super leuk. Zoveel verschillende ondergronden. Die kan je alle kanten mee op. Nummer 6, ook heel leuk. Want deze kan je heel leuk ophangen. Is plat aan de achterkant. En dit is ook echt een koopje, want die is maar 5 euro. Je kan hem ook neerleggen en dan bijvoorbeeld mooi in het midden ermee werken. Ja, of ophangen. Je kan echt alle kanten mee op. En dan heb ik, dit zijn twee dezelfde. Dat is nummer 13 en 14. Is ook echt super leuk. Dit kan je los halen en je kan ze los verwerken. Maar je kan natuurlijk ook dit als ondergrond gebruiken. En er een mooi bloemstuk op maken. Of met droogbloemen. Ook maar 5 euro. En dit is dus 13 en 14. Dan heb ik voor jullie een hele gave ondergrond. Hij is vaker voorbij gekomen in DIY pakketten. En dit is echt een heel goed product. Stevig. Hij is nu 10 euro. Is nummer 35. En hier heb ik er nog 3 van op voorraad. Dus wees er snel bij als je deze wil hebben. Dus een product dat gewoon altijd goed blijft. Dan deze leuke ondergrond. En dit kan je leuk gebruiken als memo board. Maar je kan er ook met bolletjes straks op werken. Maar ook met mos en vruchtjes. En dit is nummer... Die is er even af. Maar hij is 5 euro. Ik weet het nummertje eventjes niet aan mijn hoofd. Maar je ziet hem met foto en al op de webshop staan. Dan deze leuke krans, plantenbak, hoe je het ook ondergrond. Kan je ook leuk oase in doen. Nummer 33 en is nu 6 euro. Dus ook een koopje. Dit leuke kransje. Echt, kijk dit hout, hoe leuk. 5 euro, nummer 32. Dan deze schaal. Beetje met salem. Nummer, even kijken, 31 en is nu ook 5 euro.
Echt heel leuk. Ook leuk nu met kalebassen erop. Daar heb je toch een natuurlijke. Dan nummer 27. En dat is deze leuke bol. Echt heel erg gaaf. Is nu 5 euro. Dus nummer 27. Ook leuk met lampjes straks. Je kan hem ook zo of zo. Je kan even nog een bloemstukje bovenin doen. Dit leuke mandje. En hier kun je eventueel ook nog potjes inzetten. Mocht je het leuk vinden. Of gewoon met oase werken. Is ook heel leuk. Ik maak er, oh hier, nummer 29, 5 euro. Ook heel erg leuk. En dan heb ik een heel leuke ondergrond voor jullie. Of ja, het is een touw. En nou denk je van, goh, het is gewoon een macramé touw. Maar het leuke aan dit touw is dat je elk gewenste pot of mand kan je hierin hangen. En dan kan je daar of een bloemstuk in maken of een leuke plant in doen. Ik zal hem jullie even laten zien. Kijk, ik heb hem hier dus met een mandje, maar je kan dus ook een pot erin doen. Ik zal hem even recht in doen. Hoe gaaf is dat? En dan met een plant erin. Echt super mooi. En dan kan je, die kan je dus gewoon uithalen en dan kan je elke mand of pot wat je leuk vindt erin doen. En dan als laatste een hele leuke aanbieding voor jullie. En dan een super actie om even af te sluiten. De Vilt. Ik gebruik hem heel veel in video's. En deze actie, hier heb ik nog veel van. Maar voor deze actie geldt dat het 1 week geldig is. Daarna wordt het echt weer gewoon een normale prijs. Want dit is echt een basisproduct wat je elke keer weer gebruikt. Waar je alle kanten mee op kan. Ik gebruik vaak de bruine kant, mooi neutraal. Maar je kan ook de blauwe kant gebruiken of hoe je dat mee wil. Ik doe vaak om plantjes, maar dingen af te werken vind ik ook super leuk. En hij kost nu 1 week lang 3,50. Daarna gaat het weer naar de normale prijs. Dus wil je dit nog een keer bestellen of op voorraad hebben, dan is nu de kans om te bestellen. Ik hoop dat jullie dit weer een hele leuke video vonden. Vond je het leuk? Doe even een duimpje omhoog. Laat hieronder weten wat je hiervan vond, wat jij de leukste ondergrond was en of jij hem hebt weten te bemachtigen. Doe even een duimpje omhoog. Abonneer natuurlijk gratis op het kanaal. Dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's. En dan wil ik jullie weer bedanken voor het kijken. En ik ben heel nieuwsgierig wat jullie hiervan vonden. Tot de volgende keer. Doei!